Hallo, beste vrijwilligers, ex-vrijwilligers van Hebron. Ik hoop dat jullie een leuke avond hebben, een leuke dag hebben. En dat jullie veel plezier beleven gewoon aan de tijd met elkaar. En ik neem aan dat sommigen elkaar al een hele tijd niet hebben gezien. En er zijn ook weer een aantal die elkaar regelmatig ontmoeten. Ik wens jullie dus gewoon echt een hele fijne dag en een godsrijke zegen toe. Wij zijn het nieuwe echtpaar wat voor de laatste kinderen eigenlijk van Hebron is gaan zorgen. We zijn een gezinshuis. Het gaat nou de richting op dat we gewoon echt een pleeggezin gaan worden. Ik ben Samuel Raven. Ben geboren in Winterswijk en heb de laatste 10 jaar gewoond in Hengelo voordat we hierheen gingen. Dit is Galina, mijn vrouw. En we zijn 5 jaar getrouwd, 5,5 jaar getrouwd. En gelukkig getrouwd, mag ik wel zeggen. We hebben dit jaar ons eerste echte eigen kind mogen krijgen. Yaissa, echt een enorme zegen. En nou, daarvoor hadden we al 4 kinderen vanuit Hebron onder onze hoede gekregen. En daar zorgen we dus alweer een tijdje voor. Maar ja, het is gewoon echt een zegen om gewoon zo'n gezin te zijn hier op Curaçao. En ja, we horen natuurlijk veel verhalen van jullie ook, gewoon over de kinderen, van de kinderen. En jullie zijn gewoon echt kostbaar en echt van waarde geweest voor deze kinderen. Maar ja, Galina die neemt over. Ja, als we over jullie hebben, regelmatig zitten we aan tafel en dan ja, vertellen ze nog vol enthousiasme over de avonturen die ze dan met jullie hebben beleefd, met auto's en op het strand en dingen die ze allemaal hebben gedaan. En dan hebben ze nog over die tio of die tante en dan wordt er nog van alles en dan was verteld over ze, over jullie. En ja, dat is ontzettend leuk om te horen en ja, weet ook daarom dat jullie echt een impact hebben gehad op deze kinderen, een positieve impact. En we willen jullie daarvoor ook heel erg bedanken, want de reden dat we nu zo voor de kinderen kunnen zorgen, dat, ja, dat het is ook, de eer komt ook aan jullie toe, aan God toe natuurlijk, in de eerste plaats, maar ook aan jullie, wat jullie hebben geïnvesteerd in het verleden in deze kinderen. En dat is gewoon ontzettend gaaf. Nou ja, wij zijn hier gekomen op Curaçao en eigenlijk net als jullie als vrijwilliger binnen Hebron. En wij wilden heel graag gewoon bouwen aan het nieuwe Hebron wat aan allerlei veranderingen onderhevig was. En wij wilden heel graag daar iets positiefs, ook een bijdrage aan leveren. Ja, afgelopen jaren hebben we gewoon heel veel meegemaakt, ook binnen Hebron. Leuke dingen, maar ook best wel hele ja, moeilijke dingen die we hebben meegemaakt. En ja, we hadden toch het idee dat dat mee zou vallen en dat goed zou komen. En uiteindelijk zijn we er wel gewoon door gegroeid en ook sterker door geworden. En waren we ook niet de enige. Dus we hebben ook gewoon mensen daarin kunnen ondersteunen en zij ook ons. En ja, wat ons nu te wachten staat is dat wij deze maand opnieuw zullen verhuizen. Vandaar dat ons huis al aardig kaal is achter ons. Omdat we al heel veel hebben ingepakt. En al druk bezig zijn in ons nieuwe huis om opnieuw te gaan verhuizen met de kinderen. En hopelijk is dat de laatste verhuizing die we... Ja, zullen meemaken hier op Curaçao met de kinderen. In ieder geval voor de komende 5 jaar, hopen we. Ja. En ja, we willen eigenlijk aan jullie vragen, aan jou vragen, om, ja, als je nog steeds toch de kinderen en ons een warm hart toedraagt, om ons voor ons te blijven bidden, want we hebben dat gewoon ontzettend nodig, gebed, in de allereerste plaats. En ook of je, ja, ons, wat wij hier doen op Curaçao, bekend wil maken aan de mensen om je heen. Mensen enthousiast wil maken, zodat wij het ook kunnen blijven doen. Ook nu wij gewoon ja, los zullen gaan functioneren van Hebron. En ja, dus wij niet alleen de opvoeding, zeg maar, verantwoordelijk zijn voor de kinderen, maar ook ja, alle andere gebieden. En we willen ook gewoon zeggen dat jullie heel erg welkom zijn als jullie op Curaçao zijn. Om bij ons langs te komen en de kinderen weer te ontmoeten. En ook om onze website regelmatig te bekijken, want we proberen zoveel mogelijk ja, ook de achterban en jullie op de hoogte te houden van hoe het gaat met de kinderen en met ons. Dus welkom.
En naast dat we voor de kinderen zorgen, zijn we ook echt nog wel bezig met andere dingen. Vooral Samuel is bezig met andere dingen. En we willen ook kijken in de toekomst. Ja, we zijn ook ons aan het oriënteren wat we nog meer op kunnen gaan pakken. Om God bekend te maken op het eiland. En ja, de mensen om ons heen lief te hebben en uit te reiken. Ja, de mensen van Curaçao. Ik woonde nog wel een klein beetje daarop aanvullen. We zijn vanuit Nederland gekomen. Kijk, in Nederland hadden we zo onze inkomsten. Galina heeft haar fulltime baan in Nederland opgegeven om dit te kunnen gaan doen. Ik zelf ben afgekeurd. Ik heb een WAO-uitkering. Maar dat is gebaseerd op het minimumloon. Ja, altijd beter iets als niets. Maar voor de rest leven we dus van giften en gewoon in geloof, gewoon dat God gaat voorzien. En het slokt hier allemaal behoorlijk wat tijd op. En deze kinderen hebben we niet voor een paar uurtjes stokers, maar we hebben ze gewoon echt 24 uur per dag, 7 dagen per week. En als we mazzel hebben, kunnen we ze af en toe een keertje een weekendje ergens laten logeren. Dan hebben we even een weekendje voor onszelf. Maar nogmaals, ik hoop dat jullie begrijpen dat het erg intensief is bij tijd en wijle. En ik hoop gewoon echt op jullie support en dat jullie ons een warm hart toedragen. Meer informatie, zoals Geline zei, is te vinden op onze eigen website. En ik hoop dat jullie ook andere mensen hiervoor weten te porren. Yes. Doei. Thanks. En geniet gewoon van het filmpje. Hey Dani. Hoe gaat het met jou? Goed. Ja? Ja. En hoe gaat het op school? Goed. Ja, goed. Mooi. Wat vind je erg leuk op school? Rekenen, taal. Rekenen en taal? Ja. En welke van de twee vind je het moeilijkst? Rekenen. Ja, hè? Maar waarom vind je rekenen dan toch eigenlijk wel leuk? Omdat ik heel goed in cijferen ben. Mm-hmm. En Dani, wat vind jij spannend aan de verhuizing? Alles. Anders, alles vind je daar spannend? Ja. Alright. Dus je vindt het. Heb je al een beetje de idee hoe je je kamer wil gaan inrichten? Nee. Nee, heb je er nog niet over nagedacht? Daniel, wil je dat niet meer doen? Nee. Die flessen willen we graag heel houden, hè? Oké, dag. Hé, maar Dani? Ja? Heel veel plezier met de kamertijd. Oké. Okay. Oh, dag. Die schammer, ja. Het is vervelend. Ja? Nee, ik moet nu gaan over. Nee, dag niet. Oh, de kamertijd gaat over. Oh, ja. Alright. Ja. Hier ben ik. MC Maria. Ja. En hoe gaat het met jou? Goed. Dani, ik zou je even willen vragen om niet in het beeld te komen. Hoe gaat het met jou goed? Ja. En wat gaat vooral goed? School gaat aardig. Aardig, dus hè? Ook. Uh-huh. Het gaat heel goed doen op school. En wat vind je het leukste op school? Eigenlijk alles. Niet echt iets wat ik niet leuk vind. Alright. En verder nog dingen bijzonders te melden? Nee, niet echt. Oké. Okay. Wil je nog tegen bepaalde mensen gedag zeggen die je kent? Doei. Ajo. Heb jij nog wat te zeggen tegen alle tantes en tio's in Nederland? Die ik niet ken. Ja, ik hou heel veel van hen. Ja, en hoe gaat het verder met je? Goed. Ja, hoe gaat het op school? En wat vind je leuk aan school? Ik vind Engels heel leuk. Ik vind heel veel dingen leuk, behalve rekenen. Ah. En hoe vind jij de verhuizing? Heel leuk. Vind je het niet een beetje spannend? Nee. Nee? Dus je hebt er wel echt zin in? Ja. Alright. Ik zeg maar dag. Dag. Je gaat geen spullen naar buiten gooien. Maar ik wil zien. Dames zijn heel duidelijk geweest. Ik ga niet nog een keer herhalen. Maar ik wil
Nee. Wat ben je aan het maken? Wat ben je aan het maken? Huiswerk. Wat voor huiswerk? Jeugd. Hoe? Jeugd. Rekenen. Ah. Lukt het? Alright. Heb je nog meer huiswerk? Is het taal? Ja, rekenen. Oké. En lukt het een beetje, Sarah? Ja, morgen is een hoogrekentoets. Oeh. Oh, Jezus haalt het. Wil je even naartoe? Ik ga even naar Jezus. En de oorbellen van Emke moeten ook in, hè? Of heb ik dat al gedaan? Nee, heb ik nog niet gedaan. Staan al klaar in de oorbellen. Maar, wat voor huiswerk heb je allemaal vandaag, Sarah? Voor morgen moet ik dan hoofdrekenen oefenen. Mhm. En taal kan ook nog. Mm-hmm. En dat is alles wat ik morgen voor toetsen heb. Oké. Dus heb je een soort van toetsenweek? Ja. Oh. Dat is gelukkig naast niet nog een hoekje huiswerk. Nou, succes. Dankjewel. Zo, dit is Wimpy. Hallo Wimpy. Kun je nog wat zeggen? Nee, je was net aan het eten, hè, zie ik al. Ik ben er achter de Freddy. Hey, Freddy. Nee, vies, je mag er niet aanraken. Oh. Zwartje. Hey. Hey, Zwartje. Hey. Hey, Zwartje. Ja! Dag dag! Ze ging net lachen. Doei! Dag! Dank jullie wel allemaal voor alles, voor al jullie hulp. Doeg, we missen jullie! Doei! Doei.